Hallo mensen, welkom bij het magische spel waar je je fantasie kan uitleven in een park. Welkom bij het spel waar je uren moet scrollen om een object te zoeken. En welkom bij mijn eigen Disney Park. We gaan verder aan het kasteel, aan het spookkasteel. En ik heb eigenlijk een thema gegeven wat jullie zeker gaat aanspreken. En wat het is... Intro! Okay, people, let's go to work. Wat is deze? Het is raar, of we weten het, dit is Stitch. Natuurlijk mensen, dit kan geen Disney Park zijn als wij een Stitch attractie maken. En dit is een spookhuis wat gebaseerd wordt op Stitch. Dus hier staat, heb ik hem ook een keer geplaatst. En we hebben keuze uit 3 objecten van Stitch. Ik ga helemaal verkeerd, ik laat het zien aan jullie. We hebben namelijk keuze uit... Even kijken. Uit... Daar komt hij. Ik moet scrollen. Ik weet het, het is een scrollgame. Stitch, dat is de normale Stitch. Die kan ik even neerzetten. Ik zet ze even hier naast elkaar. We hebben de Stitch dus hier. En we hebben dus de Stitch met Honolulu kleur en een palmboom in zijn hand. Vind ik iets te vrolijk voor deze setting, maar wil ik wel gaan plaatsen in dit kasteel spookhuis idee. En ik heb Lilo. Kijk, Lilo. Nou, die ziet er best wel leuk uit. Ze hebben open mondje, het zijn geen robots, het zijn echt poppen die je kan plaatsen in het park. En die staan dus verspreid. Hier bij de ingang staat Lilo te wachten. Ik heb natuurlijk, zoals beloofd, niet de hele attractie gedaan, want dat doen we met elkaar. Maar ik heb wel een beginnetje gemaakt. Hier een bochtje. Dan ga je door een plein. Dan kom je binnen, de deur gaat open wanneer de attractie hier bij de bocht begint. Dus hier begint de bocht bij de... Je ziet mijn muis niet, hè? Je ziet mijn muis niet. Dat vind ik jammer. Kijk, want als je mijn muis zou zien... Show muis. Ik heb het wel gedaan, maar hij laat het gewoon niet zien. Nou, ik pak gewoon een balkje dan. Even een balkje. Een objectje pak ik. Een klein objectje. Even een klein objectje. Hier, Atlantislamp. Hier waar je dit ziet. Hier begint de deur te openen. En die sluit dan ongeveer als die hier is. Dus dat is wel netjes. Nou, je komt binnen. Ik heb een hele mooie leuke galg neergezet. Nou, wat je leuk noemt. Ik moet de muren nog even rondmaken. Want een dark ride kost eigenlijk veel meer tijd dan een achtbaan. En wat je eromheen bouwt. Het kost misschien zelfs nog bijna minder tijd dan de boomstamattractie. Want, maar boomstam kost ook heel veel tijd. Dat wil ik niet zeggen. En hier gaat hij dus weer naar buiten. Van buiten naar binnen en dan weer naar buiten. En dan gaat hij eigenlijk door onder dit door met een leuk tuintje hier of zo. Dus ik ga hier wat bouwen. Het is dus echt met spookhuiskarretjes. Ik laat het even kort zien. Kijk, hier komen de karretjes, treintjes. Nou, nu omdat dit doorzichtig is, het zijn geest... Een beetje dubbel op. Het zijn geestkarretjes, dus de deur gaat nu niet open. Maar ja, zo gaat het dus. Dat tempo, het is best wel creepy, vind ik. Daarom heb ik ook gekozen voor het handje. Je gaat hier onderdoor. Dan ga je een bocht naar rechts. En dan moet je dus weer ergens naar binnen gaan, vind ik. Maar we gaan natuurlijk eerst de layout doen. En waarom heb ik gekozen voor dit voor die vlakte? Je gaat een kelder in. Dat lijkt me fantastisch als je zeg maar een naar beneden gaat. Dat we in verschillende hoogtes werken in deze dark ride. Ja, dat lijkt me echt dat lijkt me fantastisch. Ik moet kijken hoe we dat gaan doen. Ik denk dat dat wel lukt. Vooral met hoogtes werken is wel leuk. Je kan veel meer doen dan normaal. Je kan op de grond dingen bouwen dat je veel meer ziet. Dat is het voordeel. Ik wil niet de complete layout maken. Dus ik wil eigenlijk stukjes bouwen. Stukjes baan. En daarbij dan iets bouwen van een thematisering. Om het zo te noemen. Ik heb deze kasteel gekozen omdat het eigenlijk de eerste opvallende kasteelmuur was die ik zag. En dan in het setje even zoeken. Ik pak heel vaak deze. Ralf is het van. Geloof ik uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker, maar ik denk het wel. En hier als je naar beneden scrolt zie je ergens een stuk muur staan. Het is ook bijna de enige in zijn soort. Waarom kan ik nou niet vinden? Waarom ik niet vinden? Ik heb continu heb ik die kunnen vinden. Maar nou is die weg. Excuus mensen, hij moest hierbij staan. Het was een stuk muur uit een kastel. En aangezien ik weer even een klein dagje niet heb gebouwd aan het park,
moet ik weer even op gang komen van waar stond hij precies. Maar hij zou hier wel in de buurt moeten staan. Het is gewoon een heel opvallend iets. Maar we maken wel even wat details. Kijk. Ik heb hier fonteintjes staan. Ik zou eigenlijk wel wat lantaarnpaaltjes willen toevoegen. Zo, kleine lantaarnpaaltjes. Zo. En hier ook eentje aan de andere kant natuurlijk. Huppakee. Nou, dat ziet er wel gedetailleerder uit al. Niet heel erg gedetailleerd, maar wel wat. En misschien kunnen we dit ook toevoegen. Of wordt het te veel? Dat wordt te veel! Het wordt te veel. Dit wordt ook te veel. Dus waarom doe ik niet gewoon alleen... Even kijken, kan ik dit in het midden plaatsen? Ja. En als ik dit naar boven gooi, zo. Ja, ik vind het wel wat hebben, joh. Ik moet een beetje 3D bouwen, toch? Een beetje 3D kan geen kwaad. Een klein beetje 3D kan helemaal geen kwaad. Zo, er komt water uit die pijpen die je daar ziet. Die pijpjes die ik heb gemaakt. Daar komt water uit, zodat hier ook weer water uit kan stromen. Dit is een soort pompje, denk ik dan maar. Hè? Je moet een beetje... Ja, zo moet je een beetje denken, denk ik. Denk ik. Ik weet niet of die daar het onderdoor kan. Of het niet... Hij kan hem eentje hoger maken op zich. Ja, zou ook wel kunnen. Ja, ziet er wel leuk uit. Oh, ik zit helemaal aan de andere kant van het park. Ik zoek nog steeds die muur. Ik kan hier niet tegen dat ik weer... Ik ben weer voorbereid, mensen. Ik ben weer voorbereid voor een Rollercoaster Tycoon video. Dus weer niet. Ik faal eigenlijk weer. Dus ik ga het goed doen. Ik ga nu nog één keer kijken. Want hierboven zat nog een... ja, het is Castle Walls die. Of Bridge, maar dat is hem ook niet. Ik kijk nog even door, want we hebben misschien nog meer kasteelmuren. Medieval. Ik gok dat hij hier gewoon bij zat. En dat ik gewoon waarschijnlijk de verkeerde set heb gekozen. Want ik denk dat dit wel aardig overeenkomt met deze muur. En dat klopt zeker, Vincent. Ik heb het gevonden. En het was deze muur. De Wallstone. Hè? Gooi je morgen. We hebben het gevonden. Dus wat we eigenlijk nu gaan doen is verder bouwen aan de muur. Zo. Hier gaat hij ook nog zo. Dan gaan we hem draaien. Ik weet dat het met de Z-command kan doen. Let maar op. Huppakee. Maar dan is die verkeerd. Zo. Hier plaatsen we wat. Hier ook. Dan draaien we hem. Is dit de goede kant? Dit is de goede kant. Zo, nu hebben we in ieder geval een blok gemaakt. Het ziet er blokkerig uit natuurlijk vanaf de buitenkant. Maar het is ook een soort blok wat we eigenlijk zo gaan thematiseren dat het gewoon eigenlijk er heel vet uit gaat zien. Raampjes zitten er eigenlijk helemaal al in. Ik zou hier nog wel eens een wat hier zou ik ook nog wel wat kunnen plaatsen, maar dat wordt wel krap. Ik wil hem het liefst in het midden doen, dat gaat dus even niet. Ik pak de Tower Wall Head, dat is deze. En die maken we eigenlijk hier zo. Ik weet niet hoe we dit gaan oplossen, maar dit... Ja, dit ziet er ook nog wel leuk uit dat het zo open is, maar het mag ook wel dicht. Ik vind het heel mooi, dat vierkantje vind ik, maakt het heel leuk. Zo, ik maak even rond hier. Want er moet natuurlijk ook een plafond op, zodat we... maar weet je wat het is? Kijk, je kan wel een plafond erin bouwen. Maar dan is het heel lastig om objecten erin te gaan stoppen. Want dan heb je heel weinig overzicht. Dus we laten het open. Je moet pas eigenlijk een dak erop gooien. Als de hele attractie gethematiseerd is naar hoe jij het wil. Als die dan af is, dan moet je een dak erop gooien. Andere tip. Het is ook wel een beetje een logische tip. Natuurlijk. Dus ik ga nu de objecten zoeken en daar heb ik eigenlijk geen voorbereiding op gedaan. Dus het is eigenlijk gewoon zoeken naar een naald in de hooiberg. Maar wat ik wel doe is voor mezelf even twee thema's uitschakelen. En dat is namelijk dit piratenavontuurlijk thema en het spookachtige thema. Die hebben vaak nog wel eens wat dingetjes dat ik denk van... Hé, dat kunnen we gebruiken voor eventueel decoratie. Nou, ik zie bijvoorbeeld hier een paar grasstenen. Die zou ik buiten kunnen neerzetten om het een beetje die creepy sfeer aan te houden. Zou ik dus hier een paar van die grasstenen kunnen neerzetten. En misschien kan ik er ook wel zo'n zombiehandje uit laten steken. Want waarom ook niet? Het is een... Hè? Ja, het is een spookhuis. Niet bang zijn dat het gewoon niet past of zo. Zeker niet. Nou ja, of ik een piratenvlag erbij kan doen. Wordt wel heel breed. Maar het zou op zich kunnen. Ik doe hem er gewoon lekker bij. Hij leunt gewoon lekker naast... daar zo. En
ik wil het niet al te vol maken, maar ik wil je wel een heel creepy skeletje met een zwaard erin maken. Het lijkt me wel gaaf. Ja, poppen kunnen we op zich plaatsen natuurlijk. En dit vind ik ook een hele mooie. Wacht, deze laat ik zien. De spookachtige molen. Dat vind ik eigenlijk een prachtig object. En waarom? Omdat het gewoon een heel mooi iets is. En ja, het voegt wel wat toe, vind ik. Je moet het wel op een goede plek zetten. Maar het voegt wel zeker wat toe. Ik vind hem heel leuk. Ik denk dat ik gewoon ergens ga plaatsen. Hier tussen of zo, denk ik. Nou, ik vind het wel wat hebben. Ik ga dit wel laten afwerken, maar ik vind het wel... Het heeft wel iets creepy, hoor. Ja, ik vind het gewoon prachtig. Kijk, dit vind ik dan weer... Dit vind ik overdreven als je dit plaatst. Ja, het is wel leuk, maar het is te groot. En grote objecten moeten nut hebben. En zoiets als dan dat, wat ik net liet zien, de windmolen, vind ik een schitterend iets. Hier komt volgens mij... Oh nee, bij deze niet. Zo, daar komt een skelet uit. Echt heel leuk gedaan. Daar wil ik hem eigenlijk plaatsen. Hier nog wat grafstenen ernaast. Ik weet niet waarom ik dat in hout wil laten. Want als we realistisch moeten bouwen, mogen we dat niet in hout zetten. Maar ja, oké, ik doe het niet. Ik begon wat zombiehanden door de grond heen. Dat zou op zich wel kunnen. Kijk, die komen gewoon keihard door de grond heen. Zetten we deze ook in de hoek. Het ziet er wel heel gaaf uit. Dat is echt een hoekdecoratie. Hier zet ik hem ook neer. Ja, zie je, je bent met rollercoaster weer zo... Je kan zo weinig doen met de standaard objecten. Dat is zo verschrikkelijk jammer. Ja, dat vind ik heel jammer. Maar we gaan zeker wat moois ervan maken. Dat ga ik jullie beloven. Ik beloof jullie plachtig. Kijk, zo zie je dus vanuit de buitenkant zie je ook spookjes komen uit... De grafsteen. Nou, dat ziet er ook leuk uit. Spookachtige bomen ben ik ook op zich wel voor. Ook al hebben we natuurlijk wel al hier de bomen geselecteerd, wil ik die eigenlijk wel hier op het terrein houden. Maar we kunnen wel wat spookachtige bomen erbij plaatsen. Dat zijn toch wel een beetje de unieke bomen. We hebben 4 spookachtige bomen. We gaan ze niet allemaal gebruiken. En even kijken, hebben we nog meer dat we zeggen van dat gebruiken we. Ik vind die piraten nog een beetje raar om die nu al gelijk... neer te zetten. Ik denk dat ik nu een beetje de thematisatie pak van... Kijk, dit vind ik ook zoiets. Dit zet je ook niet snel in een attractie. Misschien wel zoiets als je denkt aan Fata Morgana. Als je onder die vent doorgaat, onder die grote vent, dan zou je dit ook wel erboven kunnen plaatsen. Zoiets als hier zo, weet je wel. Maar volgens mij loopt die ook helemaal niet goed. Kijk, hij loopt ook in 2. Dus je kan hem nooit. Je hebt geen midden in dat skelet. Je hebt geen midden. Dus je zou hem niet eens mooi kunnen neerzetten als je er onderdoor wil gaan. En dit vind ik ook echt een ontzettend onnozel iets. Dit zou ik dus ook nooit inzetten. Ja, nee, ik vind het gewoon echt heel lelijk. Dat mag je van me weten. Nou, ik zie hier wat lampen neer. En die lampen die worden verspreid zo. Zo, nou, dat vind ik wel leuk. Ik denk dat ik die gewoon weghaal en daar nog een. Hoppakee. Een paar lampjes neergezet. Lampjes erin. Ach, lauw. Ja, wat? Ja, maar. Zo, dan plaats ik natuurlijk aan de andere kant ook die lantaarnpaaltjes. En zou ik ook die grafstenen hier neer kunnen zetten. Dat maakt het wel leuk dat je aan beide kanten een beetje een decoratie hebt. Dan weten wij dus, als we die lampen neer hebben gezet, dat we hier weer een muur moeten gaan maken. En die muur wil ik dus gelijk al neerzetten. Dan pak ik de Medieval set, want daar gaat het om. Dat is de set die we gebruiken over het algemeen. En dan zien we ook dat we die fences kunnen gebruiken. Die kunnen ook later even neerzetten, maar nu nog niet. En dit is ook een heel leuk iets. Dit is dat waterputje. Die vind ik zelf ook heel erg gaaf, dat waterputje. Want die heeft precies hetzelfde dak als dat. Dat maakt wel iets... Ja, dat vind ik wel leuk. Dit haal ik weg, dat... Nee, dat ziet er niet uit. Zo. Dit maak ik ook dicht met gate. Zo. En even kijken, wat gaan we hier doen? Een leuke trap maken daar naartoe is misschien ook wel leuk. Als buitenplaats. Zo. En we hoeven niet eens... We kunnen dat zo doen ook. Dat ziet er ook wel leuk uit. Zo. Ja, en dan moeten we natuurlijk aan het bovenkant, om het even netjes te maken, kunnen we ook een...
Even kijken wat hij stond. Scrollen. Er stonden de ramen. Er staan boven de deur. Dutje. Ja, de deur. De door. Ik pak dan even de... Zo. Hoppakee. Nu zit er ook een deur bovenin. Dat ziet er wat realistisch uit. En ik wil hier ook sowieso een deur inzetten. Zo. Ah, dat maakt het wel gaaf, vind ik. Gewoon een beetje decoratie. Wat we hier gaan doen is nog even een wonder. We zouden dat hier kunnen afzetten met dit. Ik denk dat dit aan de andere kant maakt. Heus kan ik dit niet meer verwijderen. Vieze game. Vies hoor dit. Jammer. Nou, doen we het lekker op deze manier. Jammer dit. Jammer. Vieze game. Nou, dan maken we dat helemaal door. Dus klopt er weer geen reet van. Zo. Hoppakee. Nou, dat komt wel goed zo. Dan is daar een scheiding van tegels en gras. Zo wou ik het eigenlijk. Ik zou nog een hekje op kunnen zetten. Ik weet niet hoe dat eruit ziet. Ik zou het eventueel even kunnen kijken. Want het sluit wel aan met dat hekje wat je daar op die heiding ziet. Maar ik vind het nog steeds, ik vind het nog niet zo slecht. Kijk, kunnen we nog wat ertussen neerzetten? Ja, dat ziet er nog wel leuker uit. Ja, hè, dat ja, ik zou dit... dit is wel leuk. Dan zou ik eigenlijk hier ook een pad moeten laten gaan. En dat pad is eigenlijk heel simpel om te doen. Als we dit nou gaan openen. En ik plaats hier een padstuk. Check it out. Oh, die is veel te breed! Die is veel te breed. Nou, die doen we niet. Maakt dit wel een beetje minder donker zo. Ja, dat ziet er gaaf uit. Een beetje... zand ook. Misschien een heel klein beetje zand. Dat het een klein beetje licht wordt. Een beetje bruiner. Ja, een beetje zwart ook mag hoor. Beetje dat vieze... wat, hoe noemen ze het eigenlijk in game hier? Rots. Gewoon een beetje vieze rots. Hier ook doen we ook een beetje vieze rots. Nee, dit laten we doorlopen. Dat is gaver. Kijk, dit laten we doorlopen. Want dit hoort bij elkaar. Echt waar, Vince? Ja. We hebben nog ineens een ingang en een uitgang geplaatst. Dat hebben we expres niet gedaan om het niet verder te bouwen. Dus wat ik ga doen is even de ingang plaatsen. Is dit ingang? Onzichtbare ingang. Ik doe liever even zoiets. Dan weten we in ieder geval waar de ingangen zitten. Ik laat het even kort zien hoe dat eruit ziet met die deur. Want dat willen jullie natuurlijk ook wel zien. Kijk, hij gaat daar naartoe. En dan dit streepje erop. Dat streepje. En nu. Ja, zie je het? Laat open. En als je binnenkomt, gaat hij ook net daarvoor gaat hij dicht. Heel gaaf. Kijk, die tweede pakt hij niet omdat hij te snel gaat. Maar die derde, die pakt hij dan wel weer. Kijk, want hij moest toch even de tijd gunnen. Je moet hem ook de tijd gunnen om weer dicht te klappen. Hè? Je kan niet zomaar een deur openen en dan... ja, we gaan gelijk maar weer open daarna. Nee, dat moet allemaal op zijn gemak. Het is allemaal elektronica, mensen. Hou er rekening mee. Geen gezeur. Nou, moet ik hier natuurlijk hekjes op plaatsen, want dat ziet er beter uit. Plaats hier ook echt van die lekkere hekjes. En die mogen best wel een beetje krom lopen. Hè, dat is geen punt. Die hekjes mogen wel een beetje krom lopen. Gaan we niet moeilijk over doen. Is gewoon een feit. Hekjes lopen krom. Ik ga nog even verder kijken. Want we hebben nog wel meer objecten. Ik doe wel even het spel opslaan zoals ik altijd doe. Ik heb zelfs een backup van mijn map gemaakt. Omdat we al een jaar 18 zitten. Dus dat betekent dat we... ik geloof dat we dan echt 18 uur bezig zijn met... met het park. En dat is best wel wat uren. Ik ga eens kijken of we hier een aantal objecten hebben die we kunnen gebruiken. Nou, we hebben hier deze. JK's Mouseworks heeft een bat, een vleermuis. Vraag niet waarom. Het past totaal niet bij... ja, nu zit hij hier door de muur heen. Wacht even. Vraag me niet waarom. Maar ja, hij vindt het blijkbaar gewoon fijn om gewoon bij deze... pack te zitten, resource, of bij de texture pack. Ik zeg altijd resource pack. Ik weet niet waarom. Kijk, hier kan je hem wel op doen. En hier zou ik hem, dit zou de standbeelden kunnen zijn. Ik zou hem hierboven ook kunnen doen. Nee, daar zit hij erin. Wat vreemd, hè? Daar zit hij eruit. Dan steekt hij erboven, ervoor. Nou goed, ik laat hem daar plaatsen. Ik laat hem daar staan. Even kijken. Dus daar is ook heel leuk om te plaatsen bij zoiets als wat we bouwen. Kijk, dan kan je hem zeg maar in de buis. Dat ziet er heel apart uit. We hebben natuurlijk ook een ronddraaiende. Maar
Die vind ik leuk. We hebben Screamworks. Dat is zeg maar van de geesten en de bloed. En de wat engere tafereeltjes. Om het spookhuis dan wat enger te maken. Dus die wil ik zeker plaatsen. Vooral dit vind ik echt een prachtig iets. Ik laat het even zien. En vooral de schuinstekende diagonalen. Die laat ik even snel aan jullie zien. Dat ziet er zo uit. Nou, dat vind ik fantastisch. Spinnenrag hoort in het spookhuisje terecht. Ik kan me niet vertellen van Vince, haal dat er eens even uit. Want dat hoort daar niet. Nee, fout. Dat hoort in een spookhuis. Nou, we hebben hier nog. We hebben ook Steelworks en Spaceworks. Maar daar zit eigenlijk niks bij wat we gaan gebruiken. Het gaat enkel om deze horror set. En die heeft een aantal hele vette dingetjes in petto. Die we gaan gebruiken voor aan te kleden hier. En denk aan deze skelettenarm die uitsteekt uit de muur, zeg maar. Dat is fantastisch gedaan. Hier, je ziet hem ook. Hè, skelettenarmen. Ze proberen je te begrijpen, maar ja, het lukt niet. Ik haal deze weg, want twee vind ik onnodig. We hebben ook de Skull Fountain. Ik weet niet wat het is, want er komt ook geen water uit. Maar misschien kan ik hem voor deze plaatsen. Nee, dat kan niet. Ik kan hem niet ervoor plaatsen. Waar kan ik hem wel plaatsen waar hij een beetje thuis hoort? Zonder dat we het een beetje te druk maken dadelijk. Want dat is ook iets wat we natuurlijk moeten vooruitkijken. Spinnenrag. Dat is wel leuk om neer te zetten hier. Kijk eens. Dat ziet er liguber uit. Vind je niet? Een klein beetje spinnenrag. Heel klein beetje hier in de hoek misschien. Kijk eens. Een heel klein beetje daar in dat hoekje. Daar is net een spinnetje hebt daar gezeten. Die net nog even zijn behoefte hebt gedaan. Misschien in zijn web. Dat weet je niet. In zijn webs. Pyramide Head. Die kennen van Silent Hill. Die zetten gewoon kaart op die galg neer hier. En die wacht jullie af. En die man die zweeft ook als het ware. Als het goed is moet hij zweven. Ja, die zweeft hier. We kunnen hem ook op de grond zetten. Dat is misschien nog gaver. Kijk eens. Hij staat hier gewoon ready om jullie eigenlijk te komen halen voor in het spookhuis. Kan ik hem nou niet even anders neerzetten? Moment. Ga je nou zo doen? Zo. Ja, hoppakee. Rapid Banshee. Oeh, die zet ik hier niet op. Nee, die Rapid Banshee kunnen we ook ophangen hier. Dat alleen zijn romp eraan hangt. Zie je het? Dat is wel creepy. Nee, er hangt niks aan, die galg. Maar jij komt eraan te hangen misschien wel. Dat weten we nog niet. Hier, een monster doen we hier. What's that coming over the hill? Is that a monster? Is that a monster? Ja, er zitten wel hele creepy dingetjes in hoor. Kijk, we kunnen ook die piano kunnen we hier naar neerzetten. Want dat vind ik altijd wel een heel creepy object. Een pianootje, jongens. Kijk eens. Wie kent hem niet? De officiële piano. En natuurlijk Zwarte Piet. Nee, Zwarte Piet komt niet in de spookhuis, mensen. Niet overdrijven. Kun je nog een hele creepy klok neerzetten. Die werd ook daar geplaatst. Vraag me niet waarom. En ik gebruik ook nog eens een stoel met een tafel. Maar dat kunnen we hier beter niet neerzetten. Het is hier al best wel busy. Het is best wel busy gebouwd. En de fireplace kunnen we ook nog neerzetten. Hier zo. Kijk eens, een fireplace. Je komt binnen en je ziet van alles. Maar voordat ik te veel ga verklappen, wil ik ook wat bloed aan de muren plaatsen. Dat kan niet bij deze. Kan het wel aan deze kant? Even checken. Nee, het kan gewoon alleen aan de andere kant. Ja, dat is jammer. Kan ik het wel aan deze kant doen? Even kijken, proberen. Nee, ook niet aan pakken aan de andere kant, denk ik. Ja, helaas. Dat lukt even niet. Een bloedvlek ook niet? Ook geen bloedvlek. Dat kan niet. Er moet een bloedvlek. Nee, geen bloedvlek. Oké. Geen bloedvlek, helaas. Het wordt niet zo creepy als we hadden gedacht. Ik leg er wel een heel leuk vloerkleed neer hier. En uit dat vloerkleed komt eigenlijk die handen. Want die hoort eigenlijk bij de piano door het vloerkleed. En waarom zetten we dan niet eigenlijk gewoon een hele gave stoel neer in plaats van die handen? Dan doet die handen weg. Zo. En dan pak ik gewoon die stoel neer. Want die was misschien eigenlijk wel bedoeld voor deze piano, mensen. Die was er misschien wel. Want je kan hem er inderdaad gewoon achter schuiven. Maar ik zet hem gewoon neer daar. Ik zet er twee neer. En waarom? Misschien zit er op die andere wel iets creepies. Ik weet niet wat, maar
Nou, dit is ingericht, deze scène. Duurde even, maar dan hebben we wat. We gaan nu even opslaan voor de zekerheid nog. En ik ga dan het dak erop maken. En dat dak wordt heel apart. Want ik ga namelijk twee lagen gebruiken. Nu denk je... Wat bedoel je dan? Ik ben nog iets vergeten. Iets belangrijks. Iets wat eigenlijk een hele mooie set is. Waar ik eigenlijk een beetje stiekem verliefd op ben. En dat is de Vines set. En waarom? Ik heb die ook al hier gebruikt. Dat vorige keer aflevering ook. Vines is een sexy, sexy, niet normaal. Ja, gewoon niet normaal. Hij is gewoon super mooi, die set. En je kan me niet vertellen dat hij dit nooit zal gebruiken in je park. Want... Het is verschrikkelijk mooi, dames en heren. Dit is echt een bizar mooi set. En ik wil hem gewoon random plaatsen. Gewoon even lekker YOLO. Ja, mag wel een keer. Gewoon even lekker YOLO. Huppakee. Wat bladeren groeien hier en daar. En je moet niet bang zijn. Joh, heb ik nou te veel geplaatst of te weinig? Je kan beter iets te veel plaatsen. Je snapt hem al. Kijk, je zou hier misschien... Nee, die. Kijk, deze toren is iets te dik. Dus, wat krijg je dan? Laten we het even op deze manier doen, zodat er binnen ook wat groeit nog. Dus een dubbele kant, zie je? Dubbele kant. En misschien groei je hier ook nog wat dubbel. Kijk. Dat ziet er gaaf uit. Want van binnen mag er ook wat fijns groeien, vind ik hoor. Want daarvoor wou ik eigenlijk een beetje deze gaan pakken. Nee, dat is niet mooi. Ik moet hem niet schuin maken. Ik moet ze echt recht maken. Dus ik pak even wat fijns. Even kijken. Wat gaan we, waar gaan we plaatsen, jongens en meisjes? Waar gaan we het plaatsen? Ik denk deze kant. Nee, dat is iets te niet echt zichtbaar. Even kijken. Dat ook niet. Even checken hoor, even checken. Het lukt haast niet hier. Omdat we dus zaten te kloten met die muren vorige keer. Dit kan wel. Ja, ik doe hem dan zoiets, denk ik. Ja. Nou, de eerste is ingericht. Kun je nagaan hoe lang dit duurt. Zo'n klein stukje waar maar een paar seconden doorheen gaat, moet natuurlijk op en top zijn. En daarom neem ik niet al mijn afleveringen op, of alles wat ik bouw neem ik op. Omdat het gewoon soms een beetje too much information is. Ik moet iets te veel bouwen. En zie je hoe weinig ik heb gebouwd, maar toch geprobeerd heb wat tempo erin te houden. Ik ga even kijken bij Spaceworks, want daar zit namelijk hetgene wat ik wil gebruiken, dacht ik bij. Ik weet niet zeker. Ik zoek namelijk het zwarte plafondetje. En ik weet dat bij dit plafondetje sterren zijn te zien. En die hebben we dus niet nodig. Die gaan we dus niet gebruiken. We gaan dus kijken of het helemaal bij deze andere set zit. Van namelijk J-Catch Mouse Works. En ik zoek alleen een zwarte simpele muur. En ik weet dat het nog pittig is om te vinden. Ik ga het gewoon even zoeken. En die kunnen we dan gebruiken als plafond. Het is niet heel erg als wij een sterretjesplafond gebruiken. Want ik vind als wij een sterretjesplafond gebruiken, het kan. Maar dat maakt het wel een beetje magisch. En dat is Disney. En we maken een Disneypark. Dus ik vind het op zich nog niet zo'n slecht idee. En het is ook precies dezelfde goede dikte. Nou, dit is toch wat. Dit is toch wat, mensen. Het is precies de goede breedte. Ik zeg, we gebruiken dit. En ik ga er een paar over elkaar heen maken, zodat als je beweegt, dat die sterren ook shinen. Nou, er zit ook gelijk een dakje erboven. Ik vind dat we nog geen onrijp mogen maken. Ik vind dat we moeten wachten tot het hele attractie klaar is. En dan gaan we een onrijp maken. Dat vind ik een heel goed idee. Ik moet dit toch even afmaken hier. Dus wat ik doe, ik denk dat ik dat toch moet verwijderen, maar ik denk het ook weer niet. Dus ik ga het iets proberen nog voordat ik afsluit de video met jullie. En dat is even de... set erbij pakken die we het meest gaan gebruiken. Dat is namelijk de Medieval en Medieval Part 2 wil ik ook gaan gebruiken. Maar voornamelijk de Medieval 1 die we nu eventjes onder de loep nemen. En dat is namelijk deze walstone. En als je het goed kijkt, kunnen we deze dus hier plaatsen. En aan de buitenkant, aan de andere kant zou je dus gewoon nog het op zich redelijk kunnen zien. Ja, het ziet er op zich wel aardig uit. En natuurlijk maak ik het ook netjes af door even dit te plaatsen. Huppakee. Nou, we hebben één scène af. Het is blokkerig, ik weet het. Er komt nog wat meer aan vast. En dat kan ik nog even grof bouwen. Heel grof. Even snel. Terwijl jullie niet kijken, doe ik dit gewoon even snel. Wallstone. Another brick in the wall. Hè? Zo kan je het ook noemen. Zo kunnen plaatsen. We kunnen ook zo plaatsen. Even kijken.
Moet even de buitenmuur nemen. Zo. Dus dat betekent... Klik, klik, klik. Want we gaan namelijk heel die ondergrond gaan gebruiken. Maar we gaan deze ook groter maken. Dan die andere. Kijk, dit loopt zo. Dit wordt een wat grotere toren. En die sluit ook aan met dit gebouw. Dus ik maak hem zo breed. Zet. Even kijken of dit goed is. Zo. Ja, het is heel moeilijk als je natuurlijk met dezelfde kleur gaat gebruiken. Dat is heel lastig om te bouwen. Dat zeg ik je eerlijk. En vooral als je met dieptes moet gaan werken. Vooral met zulke dingen. Dan wordt dat heel vervelend. Nou moet ik hem alweer twee keer draaien. Het is toch wat. Mensen, ik bespaar jullie de moeite voor dit. Dit is echt priegelwerk. Ik hoop dat jullie het wel leuk vonden om naar de aflevering te kijken. Hoe ik zeg maar een park probeer het samen te stellen. Met dit aparte sprookje. Stitch. Stitch en het spookkasteel. Mensen, bedankt voor het volhouden. En tot de volgende keer. En dit is ook de eerste video die ik ga opnemen met mijn nieuwe outro. Dus dat wordt cool. Misschien met outro wel in een andere video gezien. Omdat ik hem vanaf vandaag gebruik. Maar dit is dus de allereerste video om te leuk om te weten. Die ik dus met het nieuwe outro gebruik. Enjoy!